Ik wist nog niet eens hoe dat al zo noemde, man. Decanteren. Dat moet je nog niet zeggen. Jawel. Jawel, maar jij moet nu de vraag stuk maken. Jij moet nu weer aan bijdragen, hè. Oh, kutspa. Die komen man zit op twee, hoor. De echte slimste mens ter wereld kent het woordenboek uit het hoofd. En weet dus ook wat een kwispedoor is. Een kwispedoor is natuurlijk iemand die heel graag kwist. Ah! Dat is fout. Oh, wauw. Maar dat is straf. Pas. Geen film of zo van. Nee. Die heel pas. Veel pas. Verkwist. Dus heel veel met dingen vergiet, bijvoorbeeld te veel dingen overgeeft. Dat is een verkwister. Dus iemand die te veel. Ik weet het niet. Een spuwbakje. Een wat? Een spuwbakje. Oké, okay, mag Kurt een vraag voor Jordi stellen? Dat is verschonzig. Nee. Van welk Afrikaans land is Howard Haring? Wacht. Van welk land is Harare de hoofdstad? Oh nee. Kijk alsjeblieft iemand de goeie uit. Ja, maar dat is toch Harare? Harare. Of hoe moet je dat uitspreken? Dat was waar. Harare. Harare. Hoofdstad. Ghana. Bijna. Bijna. Daar is juist langs. Langs. Via de andere einde. Via de andere kant ook. Daar is juist langs. Je moet zeggen. Nee, je moet zeggen. Nee, je moet zeggen. Ik heb de antwoord. Ja, maar je moet het wel hem staan. Dat is niet. Jawel, nu is het voor 9, jong. Het gaat toch door. Dat was de vierde vraag. Ja, dat wij wel. Je moet aan mij vragen. Wat een pech. Wat was het? Zimbabwe. 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 Dat is geen zand, hè. Zimbabwe. Oh, nee, joh. Alleen mijn roeis zingen, dus ik ja, het is een populair gerecht bij de Italiaan. Spaghetti! Maar wie componeerde? Het stuk Quattro Stagioni. Maurice Spaghetti. Of De Vierjarige Tijden. Johan, dat is zo ver, man. Ik weet het ook. Maar nu lijkt zo zat, dan weet ik het niet. Dat is zeker een bak, hè? Nee, dat is bak niet. Dat is tof, doe met die zaak. Juist te zoeken, hè, man. We moeten ik op, hè. Van Beethoven? Nee, Beethoven niet. Vivaldi. Vivaldi! Ik was hem aan het zoeken, man! Ja, man! Je werd er nooit op gekomen. Nee! Je moet zeggen, Lommel, want toen wil ik. Oh, de Vivaldi. De Lommel. Ja, de Vivaldi. Ik vind dat hij de punten verdient. Oké, Kurt krijgt de punten. Ik was maar een seconde! Ja. Met de volgende vraag wil je ook niet zijn, man. Oké, Kurt. Het is zo zat als een naap, ja. Volgende vraag. Adidas werd opgericht door de Duitser Adi Dassler. Niemand van ons weet het. Welk sportmerk richtte zijn broer Rudolf Dassler op? Diadora. Nee. Adidas. Jong boer. Nee, Adidas heeft Adidas opgericht. Adidas werd opgericht. Nee, te laat. Sorry. Nike dan. Dat kan niet anders. Dassler. Nike. Is verdampt liggend wel, hè. Rudy Dassler. Graag Diadora, maar... Rudolf, niet Rudy. Rudolf. Ja, fout gestemd. Nee. Nee. Rudolf Dassler. Was Rudolf Dassler?
Puma. Puma is ook wel. Rudy bestaat niet, dus die heeft niet Diadora opgericht. En ook niet Adidas. Rukanaster. Dat is. Patrick. Alleen nog meer iets voor. Ook niet, hè? Cruijff. Fuck man, ja, ik weet niet. Puma. Ik zei het nog, ja. Puma is ook een Duits merk. Ik dacht Adidas. Ik dacht Diadora. Ja, maar dat was zijn broer, hè. Wat zeg je Arjen toen dan toe? Ja, je moet wel nog een vraag aan mij stellen nu. Zeg je filmen of wat? Filip moet nu aan mij stellen. Oh, wat? Je toch niet. Zeg je het filmen. Hoe heet het flinterdun voorgerecht? Carpaccio. Ja. Dat wou ik zeggen, als mij is, ja. Dat wou ik zeggen. Jij mag niet meer antwoorden, hè. Carpaccio. Dat is het eerste wat mij aankomen. Wat? Goed, het puur, denk ik, maar. Nee, dat is nu. Nee, ik sta voor 11. Allee, jij en Kurt dat tagen, ik in 60, ja. Oh, daar. Yes. Dat mag, hè. Nee, zoek ook een vriendin. Ja, dat moet je wel hier gaan zitten. Geef mij niks op. Wat? Ik zie mijn dikke tattoo zeker. Dat mag. Hoe noemen we het plotseling krampachtige samentrekken van het middenrif, waardoor de ademhaling ritmes stokt? Ja, dat zie je. Ik weet het. Ja. We allemaal in stok. Het zoer. Ik weet niet, spasme. Nee. Hey, pst. Noemt dat? Ik heb niks gehoord. Ja. Samen krampen van het middenrif. Hey, dokter. Ik bemoei me niet meer. Samen krampen. Nee, je de dokter. Dat heb ik ja. Ik zeg al dat een kraam van een bling is en van een blinde darm, maar dat is dan. Nee, je bent een kraam van een blinde darm. Ik zeg scheiterij. Scheiterij. Is het correct? Nee, het is niet scheiterij. Niet scheiterij. Hey, dokter. Dat is ook geen achtste dan, hè? Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik weet het, dat is gewoon verdoemd per staat. Staat? Van een middenrif. De prostaat, de middenrif. Pontonnen, prostatie, op dingen zijn. Dus, ik kan dus met niet meer schermen. Ik gewoon dik. Dik. Hoe noem dat? Dik! Mentes! Dan ging ik over de melk en nog. Oh nee, ik dacht dik, mentes. Nee, dat was het. Jij stel. Dat is gewoon de vraag. Allee. 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 Tortig, echt. Hoe noem je het apparaat waarmee de rijtijden van vrachtwagenchauffeurs elektronisch worden geregistreerd? Dat weet ik. Ik weet het ook. Hoe makkelijk is dat? Ja. Als je dat niet weet. Ik weet het niet. Als ik nuchter ben, weet ik dat allemaal. Ik weet dat wegen. Ja, tachograaf, te laat jongen, te laat jongen. Oké. Fout. Wat? Dat ik dat niet weet, ja. De tachograaf, zeker. Ja. Ja. Maar ik krijg dat niet, hè? Ik krijg nu gewoon de vraag van Filip. Ja, het is een taco. Ja. Ja. Nummer 12, waar zaten we weer? Ik ben kapot, ja. Ik doe een beetje ongemakkelijk. Ik weet het niet meer. Je hebt wel een titel te verdedigen, hè? Dat maakt niet uit. Ik weet het niet meer. Wat betekent het Koreaans woord Seoul in het Nederlands? Ja. Seoul? Die hebben we ook al gehad. Goeiedag. Ja. Jammer. Kust. Jammer. Zie je dan. Goeiedag, je zit wel belachelijk goed in de buurt. Ja, dat is zoiets ook. Was het. Inderdaad. Hallo. Het zit heel kort bij. Ja, zoiets was het. Ja, dat is echt. Dikke piemel. Goedemorgen. Stijf. Bijna. Hoofdstad. 700 euro. Ja, hoofdstad, hè. Dikke piemel. Je moet je vragen mij stellen. Voel ik vrij dichtbij, dikke piemel. Van welk Europees land is Harald de Koning? Harald, koning Harald, dat is van Engeland, hè? Van de Verenigde Koninkrijk. Van de Verenigde Koninkrijk, ja. Noorwegen. Ja.
Mendet. Hé, hey, dat was voor... Dat was voor 12... Dat was voor seconden, hè. Oh. Ja, nee, dat kan niet. 13. Heb je geen seconden? Blijkbaar. Waarom? Ja, dat is 12 stond. Maar jij hebt geen seconde, ik heb ook niet goed geantwoorden. Ik heb Denemarken gezegd, jong. Oh, nee. Noorwegen gezegd. Dat was alleen op mijn... Nee. Jong, nee. Jawel, ik heb de vraag van Seoul rondgesteld. Oh, ja, het is goed, het is goed. Het is goed, het is goed. Nee, seconde. Niemand had juist. Dus jij krijgt nu de volgende vraag wel. Ik mag nooit de vraag weer stellen. Wat voor een dier was Willy in de film Free Willy? Oh. Een orka. Aha. Nee, natuurlijk is wel. Dat was een orka Willy. Een orka Willy. Dat niet. Deze, dit is een leuke. Een raadseltje. Welke klassieke componist is ook een sluwe truc? Een sluwe truc? Ja. Je weet het weer, hè? Ja. Voor Kurt mocht je voor zeggen, hè? Ja, je moet hem in een oor zeggen, hè? Maar eerst ja, dan nog misschien. Een sluwe truc. Een sluwe. Wat is een synoniem voor sluwe truc? Beethoven. Een jammer. Een beet? Ja. Nee. Dat is het. Dat klopt. Wat ja, is het? Ik tel het juist, Kurt. Dat is juist. Wat? Ja, nee, hij heeft niks gezegd. Jawel. Hij heeft niks gezegd. Jawel, list. List. Dat is het. Weet het nog niet. En dan komt er list. Wat, ik zal zeggen. List. Ik wist dat ook, hè, jong. Oké, Kurt. We zijn hier... Oh, ja, spijtig. Is dat kloppen, list? Ik was nog niet... Kurt, voor 20 seconden. Het is een schijf, man. Waar in Europa worden jaarlijks 105 flessen wijn per inwoner gedronken? Dat is 2 keer zoveel als in Frankrijk. Een tip. De miswijn wordt meegerekend. De miswijn? Een ding is dat, joh. Hoe noemt dat dan, man? Ik heb maar Maria is verschenen. Is dat je antwoord? Nee, wacht. Ik weet het wel, ik ben te zat, man. Ik kan niks weer. Ik weet niks meer, joh. Waar is Maria verschenen? Waar is Maria verschenen? Ik is het daar. Trouwens, het is niet... Hoe lang tijd gaat in elk geval? Ja, ik weet het. Kurt krijgt iets meer tijd. Kurt krijgt iets meer tijd. Nee, ik kan het niet meer antwoorden. Ik ben te zat. Oké. Palace. Duitsland? Nee. Italië? Nee, het was Vaticaanstad. Ja, dat bedoel ik, het was in Italië. Vaticaanstad. Vaticaanstad. Oké, ik wist het niet. Jij mag dat meestal. Jij mag dat meestal. Wat zijn je bedoelingen? Het film, hè? Wat is dat nou? Ik kun het zelf niet nooit. Nee, je staat op meestal op. Nee, oké. Maar jij moet die vragen. Jij moet niet vragen. Ik moet er aan hem vragen. Nee, dat moet Flint doen. Oh, sorry. Entertainment is wat ik moet. Niet de moeilijkste vraag kiezen. Leuk, man. Vul aan. Vul aan. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Dat is tegen ze, ja.